Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Welkom bij Smaakmakers, het programma waarin we aan de hand van een bijzonder gerecht een bijzonder persoon leren kennen. Een persoon die op zijn of haar manier smaak geeft aan de stad Breda. En deze week is mijn gast Kees Meeuwens, voormalig wethouder Economie en Sociale Zaken, maar nog steeds geeft hij op velerlei gebied smaak aan de stad. Ik ga hem ophalen. Hey. Dag Kees. Hallo. Welkom. Ja, in alweer de zesde Smaakmakers. Leuk. Ja, gaat snel. Ik kondigde jou zojuist aan als voormalig wethouder. Zo kennen velen jou natuurlijk. Maar je houdt je nog met heel veel andere zaken bezig in en voor Breda. Ja. Kan je kort uitleggen wat zoal? Nou, er zijn heel veel dingen die ik doe die in Breda gebeuren, maar niet zozeer over Breda gaan. Er zijn ook dingen die echt specifiek voor Breda zijn. Een van de belangrijkste dingen voor Breda is dat ik sinds een half jaar voorzitter ben van Outdoor Brabant. Ja. Een van de belangrijkste sportevenementen in West-Brabant. Belangrijk ook om West-Brabant en Breda dus internationaal op de kaart te zetten. Ja, dat is eervol en leuk om te doen. Oké, dat is mooi. Je kent Smaakmakers al wel een beetje. Ja. We gaan ook de keuken in. Ben jij een beetje een keukenprins? Nou, ja, meer een keukengraaf dan echt een prins, denk ik dan. Maar je kan wel iets, meer dan een ei. Ik kan eten maken. Ik heb namelijk wel, denk ik, een hele leuke verrassing. Want sinds aflevering 2 is het nu, is dat gastchefs hier uitnodigen bij de Hanos ISPC. En we hebben Marcel Huzer van Blok 62 voor jou uitgenodigd. Dat vind ik leuk. Dus die wacht op ons in de keuken en okay. We gaan met hem aan de slag. Superleuk. Ja, ja, okay. Ja, zeker. Dag Marcel. Dag. Ik loop aan deze kant van je, aan de voorbereiding. Mag ik voorstellen Kees? Welkom. Hey, hoi Marcel. Hallo. Hoi. Jullie kennen elkaar. Ja, hè? Inderdaad. Het was ook zojuist bij de entree al de verrassing richting Kees, dat we jou als gastchef hier bij de Hanos deze week hebben. Want Kees heeft mij ooit verteld in een eerder gesprek dat hij groot fan is van van jouw kookkunsten en van jullie bevlogen ondernemerschap in Blok 62. Ja. Kan jij kort wat vertellen over jouw achtergrond? Ja, mijn achtergrond is, ik ben Zwitsers. Ik heb de opleiding gedaan als kok in Zwitserland. En daarna is het eigenlijk alleen ervaring zamelen, naar buitenland te gaan. En dat ging dan ook via Azië, Thailand, Indonesië en ook Australië. Mm-hmm. En ja, nu zijn we hier in Breda. Hoe lang al met Blok? Bijna vier jaar. En met Blok 62. En Blok 62 is eigenlijk eat, shop, sleep. Dat zijn de drie elementen. Eat voor de restaurant en de keuken natuurlijk. Ja. En shop, maar ook onze eigen producten. En sleep, we hebben twee kamers, een bed en breakfast. Ja, heel leuk. Ik ken het uit ervaring. Leuk. We gaan Kees aan de slag zetten vandaag. Goed. Ja. Eindelijk. Ja, precies. Ja, nee, dan hoef ik het niet meer te komen halen. Dat kan ik het gewoon zelf, als ik het goed leer. Ja. Wat gaan we doen vandaag? Vertel. Ja, het is een pomelo salade met grote garnalen, een Thaise. Echt een frisse salade. En die bestaat eigenlijk uit vier elementen. En dat is zoet, zuur, sour en zout. Ja. Dat zijn eigenlijk, en pittigheid ook natuurlijk. En dat zijn eigenlijk die vier elementen. En dat is de salade wat we gaan doen vandaag. Leuk. Wat hebben we nodig? Zullen we even door de ingrediënten doorlopen? De suiker voor de zoetheid natuurlijk. Chili paste, dat is voor de pittigheid van de salade. We hebben shallotjes, we hebben citroenblad, kokos, frituurde shallotjes en pinda's. En natuurlijk de pomelo. Ja. We kunnen hier een beetje proeven. Het lijkt een beetje op ananas. Ja, het is geen ananas. Het is een citrusvrucht. Citrusvrucht. En het is echt lekker. Het is zuur en toch een beetje zoet. En dat gaat echt lekker samen met garnalen en inktvis. Nou, leuk. Zullen we de rest van de ingrediënten in de winkel gaan halen? Ja. Gaan we doen? Ja, leuk. Kan jij ons voorgaan? Ja, zeker. Lopen wij achter jou aan? Daar zijn ze. Pomelo's. Wat zijn ze? Ze zijn groot.
Aziatische citroens. Fruit. Komt uit Zuidoost-Azië. Je kunt die vinden in Thailand. En is echt een mooie fruit. En die hebben we dan nodig. We hebben nou één extra nodig. Ja? Voor onze recept. Ja? Neem die mee. En dan ga ik uitleggen hoe we die pellen. Ja? Mooi. Maar het is eigenlijk een hele grote citroen. Feitelijk. Ja, dit is een beetje een kruid. Een mix tussen een sinaasappel en een grapefruit. Ja. Dat is het eigenlijk. Zo smaakt het een beetje grapefruitachtig. Ja. Ja. Het is zoet. Het is zuur. En het gaat geweldig met iets wat pittig is natuurlijk. En ook zout. Ja, en dan hebben we die vier elementen van de Thaise keuken. Wel leuk. Leuk. Eén, of hebben we nog één nodig? Van de zekerheid. Voor de zekerheid nemen we die ook nog mee. En gaan we verder. Naar de vis. Naar de vis. Even kijken, Marcel. Wat hebben we nodig voor in de salade? Ja, wat hebben we er nodig? Even kijken, wat zijn de garnaaltjes? De garnaaltjes hier. Kijk eens aan. Verse garnaaltjes, black tiger garnaaltjes. En die gaan we in de keuken gaan we die schoonmaken en dan kort plancheren. Plancheren, okay. Dat bedoelt dat we dat kort in heet water plancheren. Ja, met schillen. En dan worden ze ook die... roze. Ja, dat klopt. Ja. En dan nemen we die mee. En dan inktvis hebben we er nodig. En die zijn, daar zijn ze. Kijk eens aan. Die zijn ook super vers natuurlijk. En die gaan we ook insnijden. En dat is echt een speciale manier. En die gaan we ook kort plancheren. En dan samen vermengen met de garnaaltjes. En de superverse pomelen natuurlijk. Dat is het. Gaan we dat ook meenemen? Gezond. Ja, inderdaad. En vis moet zwemmen. Dus ik denk dat we er ook nog een glaasje wijn bij moeten gaan uitzoeken. Niet te gezond worden. Nee, niet te gezond worden. Laten we naar de wijnafdeling gaan. Goed. Ja, zetten we dit in de kar. Ja. Alsjeblieft. En daar gaan we. Charles, daar zijn we weer. Ja. Lekker glaasje wijn bij een Aziatisch gerecht. Ja. Frisse salade met pomelo, citrusvrucht. Ja. Met een Aziatische twist. En vis. En vis. En vis, ja. Wat drinken we daarbij? Daarbij vanzelf een beetje veroordeeld voor wit, uiteraard. Mm-hmm. En maar vele witte wijnen zijn dan te droog. Dus je moet met Aziatisch moet je heel veel fruitigheid hebben. Niet zoet, maar fruitigheid. Yes. En ook zuren. Nou, de Viognier-druif uit de Côte d'Oron is daar uiterst geschikt voor. En dan is dit de hogere kwaliteit. En iedereen die wijn gedronken heeft, zal zich dit herinneren als de beste witte wijn die er bijna is. Betaalbare witte wijn nog, hè? Ja. Ben jij een kenner? Nou, ik ben geen kenner, maar ik ben wel een liefhebber van witte wijn. En ik vind het ook lekker als witte wijn, hè, weet je, 's avonds op het terras heerlijk. Maar een beetje stevig, maar niet klef wordt. Ja. Nee, ik ken het vooral, het is dan te veel. Ja. Te vet. Ja. Zullen we eens kijken? Benieuwd, ja. Ja. Maar dat heeft deze dan dus niet. Absoluut niet. Nee. Gelukkig uiteraard nog met kurk. Om hem af te sluiten. Nou, die hoeven niet meer af te sluiten straks. Nee, maar geen kurk smaak. Nee, precies. Ja. Nou, dat weten we nog niet. Ah, vast niet. Nee, waarschijnlijk. Eerste dame, alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ruikt je gewoon goed. Proost. Proost, ik heb al een slokje genomen. Sorry. Ja, dat mag. Koning in de water. Mm. Nou, het is erg lekker. Het is erg lekker. Ja. Het blijft lekker hangen. Ja. Mogen we er eentje meenemen? Jazeker. Gaan we hem aan Marcel geven. Oh, die is om in de koelkast te zetten. Ja. En dan drinken we hem straks. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. We lopen naar de keuken. Oké. Is mij maar nemen. Ja, kan. De wijn hebben we gehaald. Wauw. Mooi. Koningin de water. Zou je die even koud kunnen zetten? Ja, zeker. Hij is heerlijk trouwens. Nee, het proeft hem al, hè? Uitstekend geschikt bij Aziatische gerechten. Of met een Aziatische twist. Perfect. Maar Kees heeft zijn schort al aan. Dus loopt zijn mouwen gaan nu aan de slag. Ik, en dan kunnen jullie aan de slag. Ik kom zo terug om het even te proeven. Ja, okay. Super. Succes. Ja, dankjewel. Wat gaan we doen? We hebben het even... Ja, de pomelo die moet natuurlijk schoongemaakt worden. En die wordt zo schoongemaakt.
En dan heb je eigenlijk geen mes nodig, alleen de handen. Okay. Dan ga je met je duim ga je eigenlijk om de helft ruiten. Dan kun je dat doen. Oké, okay. En dan uit elkaar halen? Ja, uit elkaar halen. Want wat ik zei net, het lijkt een beetje op een groot citroen, maar zo ziet het er ook een beetje uit. Ja, ja. Dus een duim rond. Ja, precies. Dat gaat weg. Ja. Dan gaan we die openbreken. Ja. En dan zie je eigenlijk het vleesje aan de binnenkant. Ja, ja. En dat willen we. Ja. Dan gaan we die echt helemaal open trekken. Zo. Partjes maken. Ja. Wauw, ja. Dat gaat hier goed. Dat heb je vaker gedaan, toch? Ja. Ik zie het. Je hebt talent hier. Ja, dat weet ik dan niet. Ja, zeker. Het ziet er goed uit. Vaak is het goed, een goed voorbeeld, hè? Dat helpt enorm met alles. Ja, en dan gaan we... Ja. Zo? Ja, die kant op. Ja. Mooi. Scherp mes, hè? Is heel scherp mes, ja. Ja. Heb je ook nodig voor zo'n dingen? Nou, scherp mes is voor heel veel dingen nuttig. Ja, ja, klopt. Zo? Door de midden snijden. Ja. Ja. Op elkaar leggen en dan snijden we die in rijpjes die kant op. Zo. Ja. Super. Dan gaan we die hier. Zitten alle vingers er nog aan? Ja, hè? Die zitten aan, ja. Nou, nog? Nog. Nu wel. Ja, nu wel, ja. Snel wegleggen dan. Goed. Dan gaan we die kort plancheren. Dan hier koken. Het gaat helemaal zo open. Net helemaal alles. Misschien een paar. Ja. Heel kort. Heel kort. Dit zit er. Ja, en nog een beetje langer. Ja. Perfect. En dan hier naartoe. En dan kun je de rest ook nog. Dat is die reactie. Die ja. Leuk is dat, hè? Ja, heel leuk. Je proeft Azië in ieder geval hier. Ja. Je ruikt het. Je proeft het niet, maar je ruikt het. Ja. Dat is goed. Leuk. Perfect. Dat is alles wat we nodig hebben. Dan gaan we hier naar de garnalen. Ik heb hier een doek. Is een doek ergens? Daar is eitje. Kijk. Even. Tijgergarnaaltjes. Die gaan we ook schoonmaken. Dan gaan we hier van de achterkant. Dan gaan we die zo. Ja, de kop is er al af, hè? De kop is er al af, ja. Nou, dat scheelt. Lastig, ja. Kan jij dit verder alleen? Kan ik Kees mee aan tafel nemen? Zeker. Of, ja? Je gaat door. Ja? En dan komt het helemaal goed. Okay. Mag Kees de schort weer uitdoen? Dan neem ik hem mee aan tafel. Ja. Het resultaat zullen we nog even proeven natuurlijk. Ja. Goed dan gedaan. Ga je mee voor, dan kom ik zo bij jou. Oké. Ik wilde alleen eventjes ook nog aankondigen dat we nog even een kort filmpje laten zien van Outdoor Brabant. Want zoals we aan het begin van de uitzending ook al zeiden, dat is de organisatie waar Kees zich sinds kort als voorzitter aan heeft verbonden. Wat wij graag willen, is dat de mensen kunnen genieten van het evenement. En dat de sporters hun ding kunnen doen. En dat de sponsoren er een beetje wat uithalen wat ze erin hebben gestopt. Nou, en wat ik tot nu toe heb gehoord van alle betrokkenen, is dat iedereen eigenlijk hartstikke tevreden is. De organisatie is natuurlijk 24 uur per dag bezig om te zorgen dat alles in goede banen leidt. Er lopen hier wel 700 paarden rond en even zoveel ruiters. En vrijwilligers, en dus het is echt een enorm gedoe. Maar wel heel veel energie levert het op. Dus ik ben heel blij, ik vind het leuk. Valt me goed. Het is een behoorlijk circus. Als u nou zo de eerste keer even, nou ja, we zijn er natuurlijk niet helemaal aan het einde. Maar als u zo terugkijkt, zijn er dan dingen waarvan u zegt van nou, dit wil ik erin houden. Daar zijn misschien een aantal andere dingen die ik volgend jaar anders zou willen. Ja, die zijn er wel. Ik heb een hele lijst intussen gemaakt van dingen waarvan ik denk, nou dat kan nog wel beter, dat kan nog wel anders. We zijn natuurlijk ook bezig met een plan voor de toekomst voor Outdoor Brabant, waarbij we die hippische sport, die paardensport, toegankelijk voor iedereen, maar dan wat meer duurzame plekken in de stad willen geven. En daar hoort dan bij dat we ook, wat we nu zien, die modderpaden, dat daar gewoon verharding ligt, weet je wel. Dus dat betekent dat we nog wel het een en ander moeten doen aan het terrein. Daar hebben we de gemeente bij nodig, daar hebben we de provincie bij nodig.
Nou, en daar gaan we dus na het evenement, hè, we gaan nu nog een beetje genieten. Zorgen dat het positief leuk, dat het leuk is, dat de mensen daar zin hebben. En dan daarna gaan we werken aan die verbeteringen om het nog professioneler georganiseerd te krijgen. Lekker aan tafel, Kees. We hebben zojuist een filmpje gezien van Outdoor Brabant, ja. Van de vorige editie. Toen was je er nog niet bij betrokken? Of was je toen al wel? De meest recente editie wel. 2015, ja. Oké. Okay. Ja. Ook al in de rol van voorzitter? Ja, ik ben net voor de, zeg maar, de start van het evenement tot voorzitter benoemd. Oké, okay. En ik zag op de agenda dat dit jaar 2 weken hippische topsport in Breda werd aangekondigd. Kan je mij daar wat meer over vertellen? Ja, het is nog niet 100% geregeld, hè, maar... wij zijn door de Internationale Hippische Federatie gevraagd om wereldkampioenschap vierspan te organiseren. Dat is natuurlijk een hele eer, want Breda is natuurlijk Outdoor Brabant in Breda. Dat is natuurlijk een evenement wat van oudsher heel veel verbonden heeft met die aangespannen paardensport. Ja. Dus het wereldkampioenschap daarvan organiseren is natuurlijk voor een organisatie als de ons natuurlijk iets fantastisch. Maar dat vraagt wel een hoop gedoe. En ook werk, en ook voorbereiding, en ook geld. Mm-hmm. En wat we hebben gezegd is, het is bijna niet parallel in het evenement te plaatsen. Dus we hebben gezegd, we doen het weekend voordat het reguliere Outdoor Brabant is. Ja. Met al zijn hippische sporten, springen, dressuur, eventing en ook de aangespannen sport. Doen we het weekend ervoor. Dus het is de aanloop. Een bonusweekend eigenlijk. Nou ja, het is maar dan de bonus vooraf. Ja. Hè? Dus we hebben de bonus al te pakken voordat het evenement, zeg maar, losgaat. Dus dat betekent dat er voor de paardensportliefhebbers veel te doen is in die periode, zo van de eerste week van september. En dat we ook veel mensen verwachten die op die sporten, en met name de wereldkampioenschappen, van buiten de regio af zullen komen. En is Breda daar klaar voor? Ja, ik merk dat er veel enthousiasme is, ook bij de stad, bij de betrokkenen, maar ook bij degene die bestuurlijk daar verantwoording voor dragen, ook bij het college. We hebben de vorige keer bij het laatste evenement. Dat viel wel mooi, want het was net een nieuw college begonnen, of geïnstalleerd, zeg maar, bijna tijdens het evenement. En was dus ook voor het, presenteerde zich dus als college naar de stad, want heel Breda is bij Outdoor, zich ook daar. En dat vonden wij wel mooi. En ik merkte ook bij onze nieuwe burgemeester veel enthousiasme voor de grootsheid en de omvang van het evenement en wat het voor de stad kan betekenen. Ja, want wat kan het voor de stad betekenen, volgens jou? Nou, wat je ziet is dat Breda is natuurlijk een enorme evenementenstad. Hè. Er gebeurt heel veel. Er zijn 100 evenementen per jaar. In het seizoen is er ieder weekend kun je kiezen van wat de leuke dingen waar je naartoe wil. Veel evenementen zijn gericht op die Bredanaars. Hè, op die, en je ziet een aantal evenementen die een andere doelgroep aanspreken. Hè. De Red Hair Days, dat is ook zo'n prachtig evenement. Er komen mensen uit de hele wereld naartoe. En wat Outdoor doet is mensen van buiten die regio naar dit gebied trekken en dus naar de stad Breda trekken. En het mooie daarvan is dat je dus ondernemers die in die stad zitten, dat die daarmee een platform hebben om zich te presenteren naar bezoekers die ze normaal gesproken niet zullen zien. Nee. En dat is de commerciële waarde van het evenement als positionering, hè, om even een moeilijk woord te gebruiken. Hè, dus om te laten zien wat Breda is en wat Breda kan. Daar is dat evenement heel belangrijk, voor. Dus dat proberen wij ook nog beter in beeld te brengen naar die ondernemers, naar die stad toe van gebruik ons, gebruik de top van de hippische sport die je in je stad organiseert om jezelf te tonen aan die hele wereld die daarop afkomt. En daarmee verantwoorden we ook het feit dat de gemeente een bijdrage levert, een belangrijke bijdrage levert aan dat evenement. Ja, financieel. Financieel, maar ook in ondersteuning en het dingen mogelijk maken voor het evenement. Het is natuurlijk, het heeft ook een vrij groot gebied. Ja, hoeveel bezoekers komen erop af? Verwachten jullie? Nou ja, dat weten we niet zeker. Maar enkele tienduizenden mensen van echt, dus internationaal, zullen alleen al op het wereldkampioenschap afkomen. Wow. En dat kan je zien als je naar die grote internationale wedstrijden kijkt. Die worden in Aken, in andere plekken in Europa ook georganiseerd. Dan zie je dat daar wel veel publiek op afkomt van die traditioneel misschien niet naar Outdoor zou komen, maar wel nu.
En je ziet, dus we verwachten ook dat de NOS met live televisie erbij zal zijn. Dat er en daarmee ook de stad en het evenement zeg maar een soort exposure gaat krijgen, ook in het land. Ja. Dat is dan ook wel weer fijn. Oké. Dat is één van jouw smaakmakende bezigheden hier in Breda, voor Outer-Brabant. Maar er zijn er meerdere, zoals we al aangaven, zowel in Breda als voor Breda. Ja. Je bent ook lid van de Raad van Toezicht bij Moti. Ja. Wat speelt er daar? Nou, dus, praat ons bij. Ja, bij Moti gebeurt wel heel veel. Breda is natuurlijk al jaren zeg maar bezig met een discussie over hoe moet de museale uitstraling, beeldvisie, strategie zijn. En, was je daar vanuit je wethouder ook al betrokken? Nou ja, ik was mijn collega, eerst Wilbert Willems en later Celso Kakinci waren portefeuillehouders voor het museum, cultuur. Ja. Maar als college praat je natuurlijk wel over dit soort dingen. Dus ik kende de dossiers van buitenaf. Breda had gewoon een opdracht aan zichzelf gegeven om binnen de, zeg maar, de cultuurbegroting toen, daar praat je alweer over bijna 6 jaar geleden, een besparing te realiseren die voor een deel ook binnen dat museum, zeg maar, of binnen het museum moest worden opgelost. Nou, dat is toch allemaal heel erg lastig gebleken. Maar het heeft uiteindelijk wel geleid tot zeg maar een bundeling van de krachten van die musea. Ja. En dat vind ik dan wel weer mooi om te zien. Hoe dan, want iedereen staat natuurlijk voor zijn eigen dingetje. Hè. Het Breda's Museum staat voor de mensen daar. De eigenaren van alle mooie dingen die ze in het Breda's Museum hebben, staan voor hun ding. En bij Moti staan wij nu ook voor ons ding. Maar het college en ook de huidige wethouder hebben verstandige dingen gevonden over hoe dat verder zou moeten. Mm-hmm. En uiteindelijk is er uitgekomen een plan van hoe je naar één groot museum voor de stad moet komen, waar je al die belangrijke dingen op één locatie. Ja, dus die op één locatie kan zijn, waar je dus als je daar naartoe gaat, waar je dus zowel zeg maar de historie, het erfgoed van de stad kan zien, maar ook al die moderne nieuwe dingen die op het gebied van nieuwe technologie, grafisch design, die je nu in Moti vooral ziet, mogelijk zijn. En dan ontstaan er hele spannende mogelijkheden en combinaties. Nou, en daarmee denken wij, en dat vind ik dan leuk om daar een rol in te mogen spelen, om mee te denken hoe je dat niet alleen handen en voeten geeft hoe je dat moet presenteren, maar ook hoe je dat dan op een zodanige manier kan doen dat het ook nog betaalbaar en financierbaar blijft. En praten we daarover een bepaald termijn? Of het plan ligt er nu. Ja. Dus er ligt nu een plan, daar is de gemeenteraad ook nog over aan zet. Want die is uiteindelijk degene die toch wel een groot deel van de financiering van al die museumdossiers voor haar rekening moet nemen. Dus die moeten er overtuigd zijn dat het geld wat hier naartoe gaat, dat dit plan een goed plan is. Ja. Nou, voor zover ik het kan beoordelen, is het bestuur van de stad en dus ook haar baas, de gemeenteraad, is enthousiast over deze ontwikkeling. En we moeten zien wat dan de rol is van iemand die alleen maar lid is van een raad van toezicht. Mm-hmm. Maar ik ben wel blij dat ik in het proces naar een houdbaar, want dat is wat je wil, dus een houdbaar systeem, dat we daar in ieder geval goede stappen in hebben kunnen zetten. En dat vind ik leuk. En dat is omdat ik echt belangrijk vind dat die musea voor de stad belangrijk zijn. Voor de jeugd, voor de mensen, maar ook voor de mensen die graag naar die stad toekomen. Ja, want musea, evenementen, dragen natuurlijk allemaal bij aan het ondernemersklimaat. Het goed krijgen in Breda, of het goed houden. Ja, het draagt bij het ondernemersklimaat. En een goed museum trekt mensen. Ja, een goed evenement. En een goed evenement trekt mensen. Ja. Dus zaken die mensen naar de stad halen, die doen daar, als het goed is, ook andere dingen dan alleen maar dat evenement of dat museum bezoeken. Ja. Die gaan misschien een lekker hapje eten. En over een lekker hapje eten gesproken, ik geloof dat Marcel er al aankomt. Ja. Met inderdaad. De pomelo salade. Dat ziet er goed uit. Kijk het aan. Wat lekker. En Angel, gezellig. Angel, partner van Marcel. Wil je het nog even kort uitleggen? Ja, wat hebben we gemaakt? Ja, de pomelo salade natuurlijk met de garnaaltjes en inktvis salade. En wat u boven ziet, dat is kokos en citroenblad, rode pepers en gefrituurde shallotjes. Ja. Zo is.
fris van smaak. Het ruikt dan toch weer anders als wanneer je het in de keuken dan zeg maar ervaart. Ja, het is heerlijk. En met bananenblad. Bananenblad. Voor het sfeer. Echt Aziatisch. Ja, echt Aziatisch. Ja. Marcel, ik wil je bedanken. En Angèle ook bedankt. Alweer naar de keuken. Ja. Jouw steun in de keuken geweest, hè? En in het leven. Ja, ik wens jullie heel veel succes en in de toekomst met Blok 62. En heel leuk dat je hier was. Dank je wel. Bedankt voor het smaken. Proberen te proeven. Precies. En ook het recept van deze heerlijke salade gaan we op de website zetten. Dus hou de website van Breda nu in de gaten. Gaan we een slokje drinken? Ik denk het wel. Proost. Leuk, Kees, dat je bij ons te gast was. Ik vond het erg leuk. Leuk om weer eens even een beetje bijgepraat te zijn. Ook al was de tijd kort, want we hebben ook in de keuken natuurlijk de handen uit de mouw gestoken. Heel interessant. Ja. Wat je nog steeds bezighoudt hier. En over 2 weken is er weer een nieuwe Smaakmakers. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Tot dan. Eet smaken. Ja. Crispy. Echt lekker. Het is echt heel erg lekker. Heel lekker. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt